De volgende gang. En dan gaan we naar de lift. Is de lift. Wachten we even op de lift. We komen uit de lift en dan gaan we naar de lobby hier op ons eigen. Aangemeld. Op de achtergrond hebben we de eetzaal. Achter de beer, hier drinken we s'avonds wat. En dan gaan we hier naar de uitgang. Even naar de uitgang. Gaan we linksaf. En dan lopen we hier vandaan naar het station. Hier zie je het station al. Lopen we even de straat door. Gaan we hier weer de straat door. En dan lopen we naar het station toe. Het is maar een klein stukje. Hier links zien we het station al. En dan kijken we zo meteen dat we de straat uitlopen. Aan de rechterkant krijgen we een prachtig mooi gebouw te zien. Dat vind ik echt heel bijzonder. Kijk hoe mooi. Een sightseeing bus, maar die hebben wij niet nodig. We hebben hier. Hier is dat mooie, prachtige gebouw, vind ik zelf. Dat is geweldig. Lopen we even hierheen. Dan steken we even. Steken we even over. En dan kom je hier bij de toegang naar het station. Het is hier heel druk. Altijd is het hier druk. Dit is de mooie ingang van het station. Dan zie je rechts zie je nog die Verenzee televisietoren. Zie je daar ook. En als je dan rechts kijkt. Rechts kijken, dan zien we de glazen koepel en dat is de boenedag. En de, kijk, er zit ook nog een ballon in de lucht, je kan ook nog een ballonvaart maken. Maar dan heb je de boenedag en daarbij is ook de Brandenburger Tor. Dus het is allemaal dichtbij. Vanaf het festivalterrein, wat er nu is, is het even wat moeilijk om daar te komen. We gaan nu naar de ingang van het station. Zoals je ziet, normaal als je hier 's morgens komt, staat het altijd vol met taxis. Dus nu, het is nu gewoon rustig, omdat ja, er zijn heel veel mensen die met de taxi onderweg zijn. Gaan we even oversteken. We stappen nu het station binnen.
Dan lopen we hier het station binnen. Wat wij elke morgen doen is even hier naar beneden toe. We gaan nu naar beneden toe. Kijken wat. Gewoon heel veel drukte hier ook. Als we beneden zijn, dan gaan we elke morgen doen wij dit. Dit is ons eerste ding wat we doen met z'n vieren. En dan lopen we even hierheen. Kijk, en dan heb je ook hier nog een spoor op de begane grond, zeg maar, of in de kelder. Ja, er komen alle regionale treinen binnen. De binnenlandtreinen van Duitsland, die komen hier binnen. Hier zien we beneden zien we hier nog een flextrain staan. En hier staat een regionale trein wat we hier zien. Hier is Kamps. Kamps is een. Daar gaan wij elke morgen ontbijten. Hier gaan wij. Hier kunnen we. We gaan nu terug naar een. Vanuit de kelder. Kijk, er komt net een trein. Komt er hier binnen. Aan de overkant hebben we Rewe. Ja, dat is ook een supermarkt. Daar kun je boodschappen doen. De ICE komt er ook bij. Vol met hele mooie activiteit. En dan, ja, dan kunnen we hier doorlopen naar het einde. Maar ik ga even nu naar boven toe. Ja, je kan. Gaat hier de, komt weer een ICE-trein komt eraan. Ja, dat, we gaan weer een verdieping verder. Ja, je hebt hier van allerlei winkels. Komt het de volgende etage, komen we terecht. Ja, dan kunnen we de tram of de bus of een taxi kunnen pakken en ook belangrijk de wc is hier aan deze kant. We kunnen hier naar de andere uitgang van de andere kant van het station. Kijk, hier allemaal van alles en nog wat. Hier komt hier niks tekort. Je kan hier van alles eten en het is allemaal voor een toch wel voor een goede prijs eigenlijk. Het is hier niet echt niet duur weg vergeleken bij het hotel, ben je veel duurder uit. Nou ja, hier komen we bij het plein. Ja, waar alle trams, bussen, taxis die vertrekken vanaf hier, zeg maar. Dus allerlei bestemmingen. Je kan het kijken waar je naartoe wilt. Dan kan je ook op de app kan je vinden in de verte. Hier de informatiebalie. Nou ja, het is bestemmingen waar je naar kijkt. Daar komt de metro weer binnen. Weer. Ja,
naar beneden. Gaan we even naar het, hoe je het ook noemen wil. Is dat allemaal duidelijk aangegeven? Wil je met de metro, dat is de U en de S-baan, daar waar wij veel meer mee gaan. Nou ja, je gaat gewoon weer hier al heen. En een stapje hier naar beneden toe. En daar staan de nationale treinen, Intercity, regionale verkeer zie je hier ook. Staan er hier ook. Klaar om weer te vertrekken. Rechts, linksboven zie je ook McDonald's. Dit is ook weer de regionale trein. Daar gaat deze naartoe. Die gaat naar Finsterwolde. En deze trein die gaat naar Nuremberg. Hamburg. Dit is de trein naar Hamburg. Dus, nou ja, kijk hier. Allemaal winkels. Nee, elke verdieping heeft zijn eigen winkels. Een wc weer waar je naartoe kan gaan. Dan lopen we even rechtdoor. En dan komen wij aan waar we het meest gebruik van maken. Helaas is deze roltrap is kapot. Dus we moeten even naar boven lopen. Dat kan gebeuren. Hier kijken we uit naar buiten. Die glazen koepel, dat is ook weer de reisdag. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Dan lopen we hierheen. Dan gaan we u ziet dat het is nu nog druk genoeg hier ook. Dus altijd is hier, zijn hier mensen onderweg, allemaal met rolkoffers. Gewoon om, is gewoon ontzettend. En dan lopen we weer door. Daar maken wij geen gebruik van. En dan gaan we hier. Het is allemaal goed aangegeven hier. Dan gaan we hier weer naar boven toe. Ontzettend veel mensen gebruik van maken. Het is hier natuurlijk ontzettend druk. En dan komt de volgende aan de andere kant met de andere bestemming. Die gaat dan naar Spandau. Van deze tram hebben we ook gebruik gemaakt. En dan aan de andere kant vertrekken de nationale of internationale treinen. Wij zijn hier op dit perron zijn wij aangekomen. Dus lopen we even hier langs. We gaan even kijken wat er allemaal
Even een rondje over het perron. Kijk, hier kijken we naar buiten. Er staat nog een soort metalen paard. Staat hier. Ja. Allerlei drukte van trams. Dus. Bestemming waar je uit kan kiezen. Het is allemaal heel duidelijk aangegeven. Als je maar gebruik maakt van de app. Dit is het. Dit is het eind van het station. Ja, hier links. Daar vandaan zie je. Ja, daar dus. We lopen nu weer terug naar. De plek. Naar het hotel. Beneden. Gaan we richting uitgang. Waar we begonnen zijn. Ja, het is nu 6:30 en moet je kijken hoe druk het hier is. Maar het is toch heel mooi om dit allemaal te beleven. Dus hier grote boekenwinkel. Ja. Je kan hier van alles kopen. Ja, het is allemaal de internationale treinen waar je naartoe gaat. Dan gaan we weer een verdieping naar beneden. Nou ja, zoals je ziet. Het is allemaal, de liften gaan omhoog en er is hier altijd beweging. Dat is gewoon heel mooi. Ja, en het centrale punt van de stad. Ja, dat hebben we gewoon vlakbij. Kijk, hier is alles gewoon te beleven. Je hebt de Brandenburger Tor daar, de Rijksdag. En ja, het is gewoon heel mooi. Dan gaan we weer naar beneden toe. Hier zijn de toiletten. En dan lopen we weer naar buiten. Nou, hier zijn we. Na een mooie dag hebben wij ook weer hier even. Bij Burger King. Zijn we even wat eten drinken.
Dus. Nou, hier zijn we weer buiten. Hier wordt ook veel gerookt. En er staan weer genoeg taxis te wachten. En dan lopen we weer terug naar hier vandaan. Naar ons hotel. Ja, dit is het mooie gebouw. Geweldige ontwerp. Schitterend. Nou ja, dit is de taxi's staan weer te wachten. Die sluiten aan in de rij tot ze aan de beurt zijn om mensen weg te brengen naar hun bestemming. Waar we nu tegenaan lopen, dat is een hotel. Daar komt altijd veel jeugd. Dus er zijn vanmorgen ook weer jongeren vertrokken. Die zijn dan een beetje weg geweest en die zijn vanmorgen weer opgehaald. Overal zie je fietsen, elektrische fietsen, dingen die je steppen, fietsen. Je kan hier alles huren. Er staan fietsen die door de verschillende hotels beschikbaar gesteld worden. Nou, dit is dan ons hotel en vinden wij leuk, lekker dichtbij en bereikbaar per openbaar vervoer. Je kan overal instappen. Dus dit is een kijkje wat wij hebben deze week. Leuk om jullie dit even te laten zien. Hier is de ingang van het hotel.